Nu komen de lawinejagers van Nederland. Ze zijn nergens bang voor. En maar vooral niet voor deze berg. Ik ben Ernie! En ik ben Ben! Daar klopt dus helemaal niks van. Ik ben professor Dr. Olga Lawine. Ik ben lawinedeskundige van de Universiteit in Zwitserland. Ze komen voor in Groenland en Zwitserland. Ze komen vooral voor in landen met bergen en gletsjers waarop sneeuw is. De oude laag sneeuw bevriest en de nieuwe laag glijdt eraf, door bijvoorbeeld geluidstrillingen. Dat gaat mijn assistente Rosalina van den Berg nu demonstreren. Ik ga het maar even voor. Dit is stof, dit is glas. U ziet dat het gladde erg gemakkelijk afgeveegd en het net zo staat. Door geluidstrainingen blijft het gladde erg. Natuurlijk kunnen Bert en Ernie in Nederland nooit een lawine. Dus, wat doen we met Bert en Ernie? Hallo, ik ben Iris. Hallo, ik ben Milou. Welkom bij de Proefjesdoos. Vandaag gaan we het hebben over hoe maak je sneeuw. Loop maar mee. Eerst doen we water in de pan. Dan zetten we het gas aan. Maar dit duurt even. Wanneer het water kookt, vormen op de spiegel kleine waterdruppeltjes. Kijk maar. Wanneer de temperatuur daalt, worden het kleine ijsnaaltjes. Wat doe jij nou? De temperatuur daalt. Oh. Wanneer de naalden naar beneden vallen, kleven de naalden aan stofdeeltjes. Zo komen de... Later gaan ze aan elkaar plakken en dan wordt het een sneeuwvlokje. Zijn dat dan sneeuwsterren? Ja, maar ze zijn altijd zespuntig. Die sneeuwsterren die kleven aan elkaar vast. En dan wordt het een sneeuwvlok. Sneeuwvlokken worden zo zwaar, ze dwarrelen als veertjes naar beneden. Dit was de Proefjesdoos. Tot de volgende keer.